Hey mensen, en welkom terug bij een nieuwe Vraagje Vrijdag op vrijdag. We staan op Amsterdam, naar voor Amsterdam, voor het AI en achter ons mooie pontjes. En we gaan vandaag weer een Vraagje Vrijdag doen met Bardo en met Jordi. Ik zeg op naar de intro. De eerste vraag is van Janneke voor Bardo. En de vraag is, Bardo, ga je ooit een keer meespelen in Ponkers? Ik heb al een keer meegespeeld in Ponkers met Sinterklaas. Toen mocht ik daar langskomen. Oh ja, tuurlijk. Mocht ik bij Ponkers voor de greenscreen staan voor een minuut en mocht ik weer naar huis. Nou, is die ooit online gekomen? Volgens mij niet. Tot mijn eigen treurigheid geloof ik wel. Dat is het erge. Het is niet echt de video trots op te zijn, maar wie weet ooit in de toekomst. Sterker nog, Ponkers ben ik nu mee aan het praten om te kijken voor Banje Movies, maar dat is toekomstgeneuzel. En jij, doe jij nog een keer mee in Ponkers? Weet ik niet. Ik ben binnenkort weg, dus waarschijnlijk als deze video online is, dan ben ik er niet eens meer. Precies, want waar ga jij naartoe? Ik ga naar New York voor 9 weken en als het goed is woensdag komt dat ook in mijn laatste The Wolf Among Us video, dus staat dat ook, wordt het ook uitgelegd. Je weet dat dit waarschijnlijk over 2, 3, 4 weken pas online. Ja, maakt niet uit. Het gaat om het idee. Woensdag komt er nog een Wolf Among Us video, een bonus! Hoio! Go for Yuri! Volgende vraag. Oké. Okay. De volgende vraag. Dank je. De volgende vraag die komt van Jordi's moeder. Jordi's moeder vraagt, Jordi, waar ruim je kamer op? Ik heb het nou al 10 keer gezegd, ik ben bezig met een verbouwing. Stop nou eens een keertje. Word je echt fucking naar van. Nou moet je eens even luisteren jij. Echt, ik word je echt heel erg... Eén ding, waarom verbouw je je kamer trouwens? Hot Girl 1995, Jordi's moeder? Ging op het idee. Waarom verbouw ik mijn kamer? Nou, was het zo. Je mag hem aanpakken trouwens. Wat aanpakken? De microfoon. Hier, neem je deze dan? Ja, dit is alles door elkaar. Vertel waarom je kamer verbouwt. Nou, ik was er gewoon. Pak die fucking microfoon aan even. Je doet zo! Ja, pak hallo. Hand? Ja, hier. Wil je hem voor me vasthouden? Nee. Oké. Okay. Oh. Nou, wat ga je nou moeilijk lopen doen? Jij doet zo. Nee, serieus. Gewoon. Nee, hij doet zo. Waarom verbouw je je kamer? En dan heb ik zoiets van, je houdt hem vast voor me, dan mag ik praten. Verbouw mijn kamer omdat ik het saai vond. Nou blij? Deze is van Henk. Spastische Henk? Nou. Gek foto. Maar, Spastische Henk vraagt, is de wereld plat, vierkant of ovaal? De wereld is de grond. Dat weet ik toch ook niet 100% zeker? Heb jij hem ooit wel eens een keer gezien? Henk! Ik weet het niet. Als we hier kijken naar de horizon, dan zie je duidelijk dat het vlak is. Vlak, plat. Net zoals je moeder. Ja, wat? Wat? That escalated quickly. Ik zeg dat de wereld een balk is. Een bal? Ik heb Pirates of the Caribbean gezien, dus ik ben best wel zeker van mijn zaak. Ah, ja. Pirates of the Caribbean, dat is wel echt fucking realistisch. Dat is wel de echte wereld. Dat is ja, en er zitten ook echte eilanden in Johnny die in het echt bestaan. De piraat. Zeker waar. Johnny Depp is oorspronkelijk geboren in Somalië, dus hij is eigenlijk een Somalische piraat. En neger, maar dat heeft hij alleen geborgen. Dat was niet echt, weet je, Somalische Pirates of the Caribbean, dat klinkt niet echt. Dus dat is gewoon Pirates of the Caribbean ervan gemaakt, hoort erbij. Pirates of Somalië. Anneke vraagt aan ons of wij ooit nog gaan stoppen met Banjo Town. Hebben we toch al 10 keer gedaan of zo? We gaan proberen juist zo vaak mogelijk te stoppen met Banjo Town. Het is een stoplichtrelatie. Wij stoppen en dan gaan we weer verder. En dan stoppen en gaan we verder. Het kan gewoon. Precies, volgende maand even stoppen, jongens. Goed idee. Goed idee. Dan de volgende vraag. Wanneer komt er weer meer Minecraft op Banjo Town? Waarom doe je naar mij? Jij bent de Minecraft man. Ja, jij bent de enige met een Minecraft kanaal van heel Banjo Town. Jij bent de enige de Minecraft serie die ook daadwerkelijk doorgaat. Wat doorgaat? Ja, goeie Banjo, slechte Banjo. Oh ja, die ging zeker goed lang door. Je wil ook niet weten hoeveel reacties wij elke keer ontvangen. Jordi is veel te serieus. Niemand kan Minecraft in. Jij bent de enige die kan Minecraften van heel Banjo Town. Dat klopt inderdaad. En je praat te veel volgens mensen. Nee, helemaal niet. Ik was gewoon. En dan gaan we het nu over. Ja, dat gaat hij al. We hebben het nu over die Walls video, ja? Hopelijk gaat hij niet dood, want anders heb ik dit allemaal voor niks gedaan. Weet je, dat lijkt me zo kut om dit allemaal voor niks te doen. Dat hij dan straks in één keer doodgaat. Of ik in één keer doodgaat doordat ik in het vuur loop. Dat zie ik mezelf ook nog wel doen. Door het vuur in lopen. Oh, through the fire and flames. Ha. Dit schiet lekker op. Ik kan nu in ieder geval zien waar Rick vandaan komt. En hij kan mij ook heel mooi zien, maar dat maakt in principe niet uit. En ik probeer de viszet gewoon duidelijk uit te leggen wat hij moest doen. Ja, en ik jat die auto. Ik jat die auto. Alles verkeerd gaat. Bijvoorbeeld de bos in de fik vliegt. Oh, dat was ook mijn idee. Dat was mijn tactiek en jij hebt die gestolen. En het is 2 keer fout gegaan bij jou. Je bent 2 keer door je eigen tactiek dood gegaan. Hey, in de eerste keer werd ik gebeld, oké? Okay? Toen nam ik mijn telefoon op, was het, oh, ik ben dood, kut. Dat was wel een epische dood in de wal. Oh man, wanneer dragen jullie weer eens een keertje kleding? Nu? Toch?
Oh, heb ik kleding aan? Oh, fuck! Ik dacht dat ik naakt weggegaan was. Oh, man. Oh, wat voor shirt heb je aan? Alfred de Steen. Banjoshirt.nl. Reclame, product placement. Precies. Oké, monies. Bestel je shirt. Even voor de lol, kijk ook heel even naar het shirt en kijk hoe de kwaliteit gewoon kapot gaat. Dat zie je er ook op. En nou, daarom is het shirt ook zo goedkoop. Net als de microfoon. Ja, net als de microfoon. Die is ook heel goedkoop. Oké, ik denk dat het wel dit was voor deze keer. Rond het maar af. Rond het af. Ik rond het af. In New York. Doe naar ik zit nu in New York. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter en abonneer op Biotown. En doe mij de groetjes, want ik zit in New York. Oh, het is. Later. Doei. Hoi. Hey.